De federale overheid stelt voor. Zeg, had ik u dat al verteld? Ik ben bijna opgelicht per sms. Om een zogezegde premie te krijgen, moest ik al mijn gegevens doorsturen. Zelfs mijn pincode. Toch wel raar, dacht ik. Ik heb er meteen een screenshot van genomen en doorgestuurd naar verdacht@zeevanweb.be. Die dingen gebeuren vaker dan dat je denkt. Wie heeft er nu nog nooit een verdacht sms ontvangen om zogezegd een geweldige premie te krijgen, een boete te betalen of een pakje te laten leveren? Weet je hoe dat heet? Dat heet phishing. Bij SafeOnWeb krijg je zo'n 30.000 verdachte berichten doorgestuurd per dag. Dat is veel. Die gasten doen er ook echt iets mee. Links in berichten die naar een fake website leiden, laat ze meteen blokkeren. Als ik zo'n bericht doorstuur naar SafeOnWeb, help ik mee te voorkomen dat er nog meer slachtoffers vallen. Heb je toch op een link geklikt, stop dat meteen en vul geen enkel veld meer in. Laat je niet vangen, hè. Informatie van de federale overheid.